kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wordt het echt een superleuke video, want ik ga vandaag de hele dag mijn dag laten bepalen door de Insta-kijkers. Dus dat doe ik dus met polls op Insta en zo. Dus moet ik allemaal dingen gaan plaatsen van wat moet ik doen, dat of dat. Dus ik heb het nog nooit eerder gedaan. Maar voordat we deze hele video gaan beginnen, vergeet even niet een duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Oké. Laten we gewoon maar beginnen. Oké, mijn eerste poll wordt dus kleding. Dus ik ga nu 2 outfits klaarleggen. En dan laat ik het zo meteen aan jullie zien. En dan plaats ik het ook even op Insta. Oké, ik heb dus 2 outfits klaargelegd. Een zwarte flarebroek met zo'n shirtje. Of een lichtblauwe spijkerbroek met zo'n shirtje. Ik ga nu eventjes op Insta posten. En dan kom ik over 5 minuutjes bij jullie terug. Oké, ik heb dus dit gedaan en dat zet ik nu op mijn Insta-stories. En dan staat het als goed is nu hierbij. En dan gaan we even 5 minuutjes wachten. Oké, er is in totaal 4 keer gestemd. En 1 keer op spijkerbroek. Dus het is geworden flarebroek. Dus we gaan jou aantrekken. Oké, dit heb ik dus aan. Een leuk shirtje en een flarebroek. Maar we gaan nu even de volgende Insta-poll op Insta zetten. Om te kijken wat ik met mijn haar moet gaan doen. Nou, ondertussen is het echt rot weer. En ik heb inmiddels ook weer een nieuwe Insta-poll gezet. En dat was, wat moet ik met mijn haar doen? Loslaten of in een staart? 80% heeft op loslaten gedaan en 20% of in een staart. Dus het wordt loslaten. Maar ik ga er natuurlijk wel even mijn haar borstelen en zo. Dus let's go. Okay. Ik heb dus nog een Insta-poll geplaatst. Of ik make-up op moet doen, ja of nee. Dus daar gaan we nu eventjes mee wachten. De nieuwe poll is ook inmiddels op gestemd. En dat is inmiddels 75% zegt ja en 25% nee. Dus het wordt sowieso een make-up look. Maar ik ga nu op Insta een poll zetten van moet het gewoon een normale basic look. Of wat meer met allemaal alles erop en eraan. Dus dat gaan we ook even doen. Ik heb dus weer een Insta poll geplaatst. En dat is wat moet het worden, een basic look of met alles erop en eraan. En er is meerderheid dus met alles op en eraan. Zo goed dat je woorden komen. Dus dat gaan wij nu doen. Nou, alles zit erop. Oogschaduw, mascara, lipgloss, lash, lippenstift, highlight. Dus we gaan nu de volgende poll erop zetten. Ik moet nog even bedenken wat het gaat worden. Dus let's go. Oké, nou, ik ga nu mijn volgende poll maken. En dat is namelijk van huiswerk. Ja, ik weet dat het niet echt leuk is om huiswerk te maken. Maar het moet toch wel gebeuren, ondanks dat het ook vakantie is. Dus ik krijg de keuze uit of ik eerst mijn Frans moet gaan leren. Of dat ik mijn geschiedenis moet maken op mijn laptop. Dus dat gaan we eventjes maken. Als je trouwens niet weet hoe je een poll moet maken, stuur me dan eventjes een berichtje via Insta of via wat dan ook. Want dan leg ik je het uit. Dus we gaan even kijken naar normaal. Gaan we naar een boomerang. En dan doe ik even zo. Mag ik het wel een beetje opruimen, want anders ziet het er niet uit. Even kijken hoor of die goed is. Ja, het is misschien een beetje druk, maar dat ga ik dus even plaatsen op Insta. Oké, ik heb dus nu de poll gemaakt. Dus of ik Frans moet leren of geschiedenis moet maken. En nu gaan we weer even 5 minuutjes wachten. Het is nu precies 12:55. Dus dan gaan we eventjes tot 12:50 wachten. Oké, ik heb een uitslag. Ik heb mijn telefoon even beneden liggen aan de lader. Want mijn telefoon was uitgevallen omdat hij leeg was. Maar de uitslag is eerst Frans leren, dan geschiedenis maken. Dus ik ga maar eerst gewoon even Frans leren. Ik moet redelijk veel maken. Of tenminste niet maken, maar leren. Ik heb echt, moet allemaal soorten woordjes leren en zo in het Frans. Maar ik vind Frans in principe eigenlijk best wel leuk. Dit moet ik allemaal gaan leren. En deze hele tekst en zo. Dus ja. Dus ik ga daar even mee aan de slag. En dan ga ik gelijk door geschiedenis maken. En als ik klaar ben, kom ik weer bij jullie terug. Oké, zoals jullie zien ben ik totaal ergens anders. Ik ben nu in het bos. Maar ik ben niet alleen, want ik ben samen met Kim. Woehoe! Ik heb haar dus eventjes opgebeld om te vragen of ze met mij een stukje mee wilde lopen. Maar we gaan dus nu weer een poll op Insta zetten. Om te kijken. Ja, dat is Mika. Om te kijken waar we moeten lopen. Of in het bos of op de hei. Dus dat gaan we eventjes doen. Toch Kim? Ja.
Oké, nou, wij hebben dus de poll hebben we, erin gedaan. Het ziet er een beetje zo uit. Ik zou hem ook eventjes naast in beeld zetten. En Kim, hoe lang zullen we ongeveer wachten? 5 minuutjes? Hij staat er nu 2 minuutjes op. Sorry voor mijn hond die blaft. Die is alleen maar druk bezig met zijn kleine stokje. 5 minuutjes is nu 3:05. Dus we wachten eventjes tot 2:30. Ja. Oké, het is precies 30. Dus we gaan even kijken. Even kijken, wat is het geworden? Het is 3 stemmen voor Bos en 3 stemmen voor hij. Nee, echt? Ja. Bij mij stond hij 60. Nee, ja, 3 stemmen voor Bos en 3 voor hij. Kijk maar. Mika, hou eens op. Dus dat betekent dat we zelf mogen kiezen. En waar ga jij voor? Ik ga voor hij eigenlijk. Ik ook, want daar is nog een beetje wat zonnig. Ja. Dus wij gaan even richting de hei lopen en komen zo bij jullie terug. Oké, nou Kim, we zijn inmiddels op de hei, toch? Ja. We hebben dat hele stuk hebben gelopen. Net was er echt een heel, heel lekker zonnetje. Maar nu, ja, je ziet het, het is vrij bewolkt. Maar we gaan even richting... Wow, waar ben je? Oh, daar. Ik kon je niet zo goed zien. Maar we gaan nu even richting de fiets weer lopen. En dan gaan we richting huis, toch Kim? Ja. Want Nina wordt een beetje moe. Nina, kom eens. Kom eens kijken. Nou, Nina wordt een beetje moe en Mika is alleen maar aan het refotten daar zo ergens. Dus wij gaan dus richting de fiets. Nou, zoals jullie zien, ik zit weer op mijn eigen kamer. Het was super gezellig en het was echt heel erg lekker weer. Wat ik nu ga doen is ik ga eventjes een poll weer maken. Want ik ga mijn nagels lakken, want ik heb al best wel lang geen nagellak meer op gehad. Dus ik ga even een paar kleurtjes uitkiezen en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, ik heb dus 2 kleurtjes uitgekozen. Tenminste, niet zijn die echt kleuren. Ik heb een neon roze. Je ziet het niet heel goed op camera. Hij is echt knalroze. En ik heb een glitter, gewoon transparante. Dus we gaan ook eventjes daarvan een mooie Insta poll maken. Dus we gaan even naar mijn account. Oké. Ik gebruik dus nu een boomerang. Dat heb ik ook net altijd eigenlijk de hele tijd gedaan. Oké. Zet ik het neer. Zo. Wacht, ik zet het zo neer. Oké, ik vind deze wel echt heel erg gaaf. Dit ga ik dus nu op mijn Insta Stories plaatsen. En dan gaan we weer eventjes 5 of 10 minuutjes wachten. Oké, mensen, er is weer gestemd. Er is uitgekomen 43% heeft op glitter en 57% op neonroze. Dus het wordt de mooie neonroze kleur. Dus dat gaan we eventjes erop smeren. Oké, nou, ik heb dus 1 hand gedaan. En moet je zien hoe ontzettend roze dit is. Het is echt, echt roze dan dit kan je echt gewoon niet krijgen. Maar ja, nu nog even mijn andere hand. Oké, op allebei de handen zit inmiddels nagellak. Het is inmiddels ook al een beetje opgedroogd. Het is echt knalroze, maar ik vind het wel jammer, want je ziet het op camera niet echt heel erg goed. Wat ik nu ga doen is, ik pak mijn iPad erbij en ik ga de vorige video van Koningsdag eventjes editen. Dus dat ga ik sowieso eerst eventjes doen. Dus let's go. Nou, zoals je kan zien, ik ben weer op mijn kamer. Dus laten we maar gewoon weer verder gaan. We gaan nu verder met de volgende poll. Het is waarschijnlijk een van de laatste, want het is al best wel laat. Het is 5:50 om precies te zijn. Een van de laatste poll is dus wat ik moet gaan eten. Moet ik pasta eten of moet ik thuis eten? Dus dat ga ik eventjes op mijn Insta weer zetten. Dus laat ik dat maar eerst eventjes gaan doen. Oké, ik heb hem dus klaar. Ik laat hem eventjes aan jullie zien. Dus deze, wat moet ik gaan eten? Pasta of Thaise curry. Dus dat heb ik op mijn Insta stories gezet. Mocht je niet weten wat mijn Insta account is, dat vind je hier. Mijn Insta naam is nkoper. Dus volg mij ook eventjes op Instagram. Goed, dan gaan we eventjes wachten. En kijken waarop wordt gestemd. Dus let's go. Oké, het is nu 15 minuutjes verder. Dus inmiddels 15:15.
Ik ga even kijken wat het is geworden. Het is 80% op de pasta en 20% op Thijs. Dus dat betekent dat dit pasta wordt. Oh, ik hou zoveel van pasta. Maar ook van Thijs. Dus mij maakt het eigenlijk niet echt uit wat het werd. Maar het wordt dus pasta. Ik ga lekker pasta eten en dan kom ik strakjes nog bij jullie terug. Ik zit me net te bedenken, want ik ga straks na het eten een film kijken. Dus ik heb wel twee leuke keuzes, namelijk Onward en Frozen 2. Sorry, er reed een auto langs. Dus dat ga ik ook eventjes op de poll zetten. Dat is waarschijnlijk de laatste poll die ik vandaag ga doen. Dus ik ga eventjes hem op Insta zetten en dan kom ik straks weer bij jullie terug. Oké, mijn laatste poll ga ik op mijn Insta zetten. Het is zo geworden. Frozen boven, Onward beneden. Dus dat ga ik op mijn Insta story zetten. Bam. Oké, dat staat op mijn Insta stories. Ik hoop eigenlijk stiekem dat Frozen 2 wordt, want ik hou van die film. Onward heb ik zelf nog niet echt gezien, maar de trailer leek me ook wel leuk. Maar ik hou zoveel van Frozen 2. Nou, nu ga ik echt even lekker eten. En dan na het eten kijk ik wat het uiteindelijk is geworden. Oké, het is nu inmiddels een half uur later. Ik heb heerlijk gegeten. Maar we gaan dus nu kijken wat het uiteindelijk is geworden. Tenminste, welke film het dan is, hè? Dus je kon kiezen tussen Frozen 2 en Onward. Wow. En 57% heeft op Frozen 2 gestemd. En 43% op Onward. Dus het wordt Frozen 2. Wow. Oké, daar ben ik echt super blij mee. Dus ik ga lekker Frozen 2 kijken. Nou, dit was het einde van mijn video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik ga het zeker weten nog een keer te doen, want ik vond het echt geweldig. Vergeet even niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik doeg!